Nou, ik was hier ook namens de Raad van Kerken. Dus dat zijn alle kerken in de Albenandswaard die vertegenwoordigd in een netwerk, de Raad van Kerken heet dat, zich bezighouden met allerlei vraagstukken die in de samenleving leven. En daar ook proberen als netwerk activiteiten voor te organiseren vanuit kerken. Zoals armoede, vluchtelingen. En we proberen ook wat aan kunst en cultuur te doen. We hebben bijvoorbeeld ieder jaar de dorpskerstzang in de Maranatenkerk, die ooit als initiatief onder auspiciën van de Raad van Kerken is georganiseerd. En hier kwamen we om een verhaal te houden over, ja, wat is nou de betekenis van de kerken ook in zo'n dorpse gemeenschap. En in die twee dorpse gemeenschappen die er zijn. Nu is de commissaris een collega van u, of in ieder geval geweest. Ik neem aan dat hij daar wel heel veel gevoel bij had. Het viel me wel op dat hij het onderwerp de kerken wel wat vaker aan bod liet komen. Ik weet niet of hij dat gebruikelijk dan ook doet. En dat hebben we wel gemeenschappelijk. En het ging ook wel heel even over wat is nou die positie van die kerken. En kun je ook als kerk ook op officiële manieren met de gemeente bijvoorbeeld in contact komen. En daarvan heb ik ook al gezegd dat is soms wat lastiger. Maar omdat het een netwerk is van mensen die ook allemaal midden in die Roonse en Portugaalse maatschappij staan en ook een eigen netwerk hebben, komt dat altijd wel van de grond als er iets moet worden georganiseerd. Een tevreden gevoel? Ik heb wel een tevreden gevoel, ja. Hij luistert goed en is geïnteresseerd. En we konden ook goed over het voetlicht brengen wat ook wel de problemen zijn hier in de Albenandswaard. Maar dat we daar allemaal op een positieve manier wel tegenaan kijken. En er geloof voor hebben dat dat allemaal ook voor de toekomst wel goed komt.